komt er kortweg op neer dat je probeert na te denken waar je aan wilt werken over 5 jaar. En de bedrijven die zich daarin herkennen, die zijn van harte welkom. Nou ja, het voordeel is dat je tussentijds voortdurend kant-en-klare brokjes kennis op kunt leveren, waarmee de cyclus waarin je kennis uitwisselt tussen onderwijs en onderzoek veel korter kan zijn. En daarmee bouw je wel een heel stuk expertise op, maar lift je ook heel erg mee met de ontwikkeling in de omgeving. Dat is de kracht van kennis stapelen. We hebben de vraag neergelegd bij het Centrum van Expertise om eens te kijken naar een onderdeel van het waterrek van een elektronenmicroscoop. Ik hoop dat zij met een aantal verfrissende ideeën komen, zodat wij vervolgens stappen kunnen zetten in de ontwikkeling of misschien een stukje vernieuwing van ons waterrek. Samenwerkingsverband met het bedrijfsleven, met studenten, met docent-onderzoekers, waar ieder een eigen meerwaarde heeft in de inbreng. Wat ik heel vaak tot mijn verrassing zie, is dat studenten met een hele frisse, onbevangen blik naar iets kijken en vaak met hele originele oplossingen komen, waar je in eerste instantie zelf niet meer aan gedacht zou hebben. We hebben verschillende printers, professionele printer en we hebben onze metaalprinter. Het is echt heel erg nieuw, iedereen is ermee aan het experimenteren. Ik denk dat het een hele mooie samenwerking is, dat je studenten de kans biedt om iets te leren, terwijl je zelf ook gewoon op die manier een project kan laten lopen. En elke keer is het toch wel weer net datgene wat beter kan. Dat maakt het elke keer wel uitdagend. Het voordeel van een labomgeving is dat wij het onderdeel meteen kunnen nakijken of dat aan de specificaties voldoet en of dat we daar tevreden mee zijn. Ja, het is heel leuk om met hele professionele apparatuur te kunnen werken en die kans te krijgen om met zulke dure machines te mogen werken. Ja. Het unieke aan dit weerstation is dat het redelijk goedkoop geleverd zou kunnen worden, waardoor je dus echt op 20 of meer percelen een station neer kunt zetten. Wij kunnen wel zeggen dat ons dat goed bevalt met studenten werken. Dus niet alleen voor de studenten, maar ook van GreenTech Lab, waar ook heel veel ervaring zit. Ik ben er wel trots op, inderdaad. Ik denk dat je zult zien dat de studenten die wij nu afleveren met kennis de industrie ingaan, waarvan de industrie zal zeggen, zo hadden wij nog niet over robotica nagedacht.